Hallo kijkers van WordTube Games, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik jullie een nieuwe kaarttruc laten zien. Een hele coole kaarttruc die bijna altijd werkt als je het goed doet. Ik gebruik daarvoor de Piscope Dragon Back Deck. Heel erg mooie kaarten. Ik zal ze even laten zien. Prachtige achterkant hier, draken. Daarom heet het ook Dragon Back Deck. Ligt de doos even aan de kant. Hele fijne handling. Helemaal mooie kaarten. Maar ik ga beginnen met de truc. Wat ik voor deze truc niet nodig heb, dat zijn de twee jokers. En ik gooi die nu even weg. Dat zijn de twee jokers, dus die leg ik even aan de kant. Wat ik wel nog heb, dat zijn natuurlijk de rest van de kaarten. Dus ik laat jullie even zien. De kaarten die zijn in random volgorde, zoals je ziet. Ik laat ze even goed zien. Zo, ik spreid ze nog wel even uit. Ze zijn in compleet random volgorde. Dus wat ik ga doen, ik ga ze nog even wat door elkaar mixen op deze manier. En wat ik nu ga doen, is door de kaart gaan en ik wil dan dat de kijker, of degene die, waarbij ik de truc doe, stop zegt. Dat kan in dit geval niet, dus ik zal even een random kaart pakken. Dus zeg hier stop. En wat ik doe, ik leg die kaart even hier neer. Ik kan raden wat deze kaart is door alleen maar door het deck te gaan. Dus ik ga door het deck met kaarten, zoals je ziet. En op die manier weet ik dat dit een klaverboer is. Zoals je ziet, een klaverboer. Nou, ik ga het nog wel een keer doen. Ik doe de kaarten even door elkaar. Wat ik ga doen, ik ga weer door de kaarten. Dus zeg dat je hier stop zegt. Ik leg de kaart hier neer. Ik hoef alleen maar door het deck te gaan. En op die manier weet ik dat hier een klaver aas ligt. Zoals je ziet, een klaver aas. Laten we nu wat anders gaan doen, oké? Okay? We gaan nu in plaats van één kaart, doen we twee kaarten. Dus ik mix kaarten weer door elkaar. Ik ga weer door de kaarten. Zeg dat je hier stop zegt. Dan leg ik die kaart hier neer. En dan ga ik door de kaarten en dan kan ik gelijk zien welke kaarten hier liggen. Dus het is een harten 4 en een schoppen 8. Zoals je ziet, harten 4, schoppen 8. Nou, nu ga ik jullie laten zien hoe deze truc werkt. Het is een hele simpele, hele goede, zelfwerkende truc. Hij werkt altijd, maar heeft wel een setup nodig. En daarmee bedoel ik dat je de kaarten in een bepaalde volgorde moet klaarleggen. Wat ik jullie ga laten zien. Zoals je ziet, je hebt hier twee rode vieren. Dus ze zijn gelijk aan kleur en aan nummer. Dus aan soort. Nummer is soort. Hier zie je 8, gelijk aan kleur, gelijk aan soort. Zoals je ziet, ze zijn allemaal gelijk aan het nummer of soort. Dus hier heb je queen, hier heb je jack, hier heb je de 3 en een kleur. Dus als je ze in die volgorde neerlegt, twee stapels, en je die op elkaar legt, dan ben je klaar om deze truc te doen. Je kunt zo vaak mogelijk dit doen als je wil. Wat ik hier doe is, ik haal van de bovenkant wat kaarten af en ik zet ze op de onderkant neer en dat doe ik dan sneller achter elkaar en dan ziet het er uit alsof je schudt. Je mag niet schudden door alle kaarten elkaar te mixen, maar je kunt gewoon dit doen, dat werkt ook wel. Dus wat je dan doet, je gaat door de kaarten en je vraagt de kijker om stop te zeggen. Dus laten we zeggen dat hij hier stop zegt. Wat je doet de kaart doormidden. Je pakt deze kaart van het onderste staaltje, legt hem neer en legt het onderste staaltje op de bovenkant. Als je dat niet doet, dan werkt het niet. Dus als je dat hebt gedaan, dan is het eigenlijk gewoon zelfwerkend. Wat je doet, je kijkt heel sneaky naar de onderste kaart. Dus de onderste kaart van het deck. Dat is in dit geval een rode 8. Op de bovenkant heb je een rode boer. Wat je nu gaat doen, je gaat door de kaarten en je zoekt naar de rode 8. Hier is de rode 8. Zoals je ziet, daarachter zit een kaart en dan heb je de rode boer. Dat betekent dat de kaart ertussen de kaart is die hier ligt. Dus hier heb je een klaver 3. Dus dat betekent dat dit een schoppen 3 is. Wat je dan doet, is gewoon de kaart op de onderkant of de bovenkant neerleggen. En je kunt het weer zo doen. En je kunt de truc nog een keer doen. Je kunt het dus vaak doen als je wil. Dus laten we het nog een keer doen. Laten we zeggen dat we doen het nu met twee kaarten. Zeg je hier stop. Doen deze twee kaarten, je moet ze
De kaarten die eronder ligt en erboven ligt, die moet je pakken. Leggen we deze weer op de bovenkant. En wat we dan gaan doen, we kijken naar de bovenste kaart. Je kunt het beste alleen naar de onderste kaart kijken, een rode 7. Dus we zoeken in het deck naar een rode 7. Hier is een rode 7, dus de kaarten ernaast. Ik zal ze even hier neerleggen. Betekent dus dat dit een ruiter 8 is en een harte 3. Zoals je ziet, ruiter 8, harte 3. Nou, dat was de truc. Als je vragen hebt, laat het achter in de reacties. Vergeet niet een groen duimpje achter te laten als je het leuk vond. En dan zie ik jullie de volgende keer.